legende. Joris en Rodrigo. Goed, één voor jou, één voor jou. En één voor Jesse. En wat zien we dan even moeten doen? Oké. Over je oren doet, je mond open en dat doet de kanonier vervolgen. Daarom is het dus niet. Daar komt een leger op gemarcheerd. En het is het leger van Maarten van Rossum. Jullie weten misschien, Maarten van Rossum is een beroemde veldheer. Maarten van Rossum is in dienst van de hertog van Gelre. En Maarten van Rossum heeft zojuist Den Haag geplunderd. En echt geplunderd. Heeft geroofd om die terug te halen. Hendrik van Kranenburg is een huurling en met een huurlingenlegertje wacht hij hier in Vaassen Maarten van Rossum op en zegt hij tegen hem: ik wil jouw geld, anders val ik je aan. En natuurlijk zegt Maarten van Rossum: oh, daar geloof ik helemaal niks van. Maar op dit moment zijn ze met elkaar in gesprek. Het zijn onderhandelingen, dat heet een parley, een gesprek, te kijken of ze er misschien met een goede betaling van flink wat geld vanaf kunnen komen. Ik weet niet of Hendrik van Kranenburg dat nou accepteert, het wordt een beetje onveranderlijk. De een zegt, je moeder is een hamster, en de ander zegt, je vader stinkt naar vlierbessen. Je bent een hennetaster, en zo gaat het een beetje heen en weer. Kom dan hier, zegt Hendrik van Kranenburg, ja, maar dat doet hij dus ja, dat het ook weer mis. En het lijkt erop dat ze hun legers allebei in staat van paraatheid kan brengen om de aanval in te zetten. Archers! De soldaten knielen en dat betekent... Dat er vanuit gaat. Het Russische leger staat gewoon bekend vanwege de goede boogschutters in de middeleeuwen. Ze zijn effectiever dan de kanoniers tot ver voorbij de middeleeuwen. En geoefende landbouwschutter, daarom zijn de boogschutters ook nog zo effectief. De ridders aan de middelsvechten en de vechten proberen in de linie te vechten, proberen de linie te houden. En nu hoort ze af en toe hoeven houten lijn. Heel belangrijk. Niet geblinddoekt geschoten, echt niet. Jongens, je weet niet wat je mist. Als laatste nog overal. Wordt nu door Maarten van Rossum persoonlijk afgemaakt. En de winst is voor Maarten van Rossum en Vaassen. En dan kunnen de boogschutters nu gaan doen wat ze het liefste doen. Stilbouwen! Ready for slow! Namelijk plunderen! Al die taaie mensen die kunnen toch... Ja, die hebben toch niks meer aan die dure spulletjes.
Links, rechts, ik sta op zijn hoofd. Ja, ik sta. En op zijn schouder droeg hij een gigantische groene strijdpijl. Die scherp genoeg leek om de wind te kunnen. Is hier de baas? Ik ben koning Arthur. En ik ben de groene ridder. Ik heb gehoord dat aan het hof van koning Arthur de dapperste ridders van het land waren. Ik heb een uitdaging die alleen geschikt is voor de beroemdste en de dapperste van de ridders. Meteen stond Walewijn op van zijn zetel aan de tafel. Ik ben de dapperste. Ik neem de uitdaging aan. Dat moet ik doen.